Aan kerstshoppen. Goed verhaal. Goedemorgen, het is zo mijn stem. Niet normaal. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag en dus geen zaterdag. Meestal begin ik mijn weekvlogs altijd op zaterdag. Maar ja, gisteren ben ik gewoon helemaal vergeten te vloggen. Dus vandaar dat ik deze vlog begin op zondag. Ik ga zo gezellig met mijn moeder naar de Intratuin. We gaan kerstshoppen. En eigenlijk wil ik wel heel graag een kerstboom kopen. Maar het ding is dat ik nu dus geen auto meer heb. En het een beetje lastig is om mijn kerstboom vanaf daar mee te nemen op de fiets. Want het is 20 minuten fietsen. Dus ja, dat is nog wel een ding. Maar in ieder geval gaan we gewoon even lekker kijken naar kerstdingen. En we willen waarschijnlijk zilveren kerstballen gaan halen. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Dus zin in. Zo, we zijn weer terug van het tuincentrum en we zijn goed geslaagd. We hebben kerstballen. Deze zilveren, deze blauwe en nog met van die glittertjes, patroontjes. En deze slinger. En vogelvoer dingen, kerstboomhaakjes. Hier is Sammy trouwens. En we hebben ook een kerstboom. Een echte. En die staat nu nog in de tuin. Dus die ga ik denk ik volgend weekend opzetten en versieren met al deze leuke dingetjes. Dus ons kerstboomthema dit jaar is ja, blauw met zilver. Ik vind het leuk. Ik ben helemaal blij. Zo, het is vandaag maandag en dit is mijn outfit vandaag. Ik heb deze lekkere zachte trui aan en deze ja, gewoon een hele basic broek. Ik ga zo richting de uni, want ik heb vandaag twee colleges. Dus ja, dat. Ik zit dus tot 5 op de uni en daarna ga ik naar huis en even mijn pakketje ophalen wat als het goed is vandaag bezorgd wordt bij een afhaalpunt en dan ja, dan ben ik weer thuis. Goed verhaal. Het is vandaag dinsdag en dit is mijn outfit vandaag. Deze trui is van de Only volgens mij. Deze riem is van de H&M en deze broek ja, volgens mij van de Vero Moda. Die heb ik al even, dus ik weet het niet zeker. En ik heb deze laarsjes erbij aangetrokken. Ik vind het wel een... ik viel bijna. Maar ik vind het wel een lekkere comfy outfit. En ik ga zo richting de uni. Ik begin vandaag pas 3:15. Dus ik heb de hele ochtend en begin van de middag hier thuis nog gezeten. En de voorbereidende opdracht gemaakt voor het werkcollege wat ik straks heb. En ik ben alvast bezig geweest met het begin aan mijn essay die ik volgende week ingeleverd moet hebben. En ja, nu ga ik nog eventjes naar de wc en mijn tas inpakken. En dan ga ik richting de uni. Het is vandaag woensdag en ik heb mijn colleges voor vandaag er alweer op zitten. En ik heb dus gisteren deze Google Nest Mini. Nou ja, ik heb hem niet gisteren gekocht, maar eergisteren. En gisteren is hij bezorgd, maar ik had er gisteren nog niet neergezet. Dus ik heb hem nu neergezet en een soort van ingesteld. Maar ik moet nog allemaal dingen verder instellen en zo. Ja, als ik tijd heb vandaag ga ik dat nog doen. En anders denk ik morgen of zo. Of in het weekend. Maar ik ga nu denk ik eerst eventjes
verder werken aan mijn essay. Goedemorgen, het is zo mijn stem. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en dit is mijn outfit. Ik heb deze lichtgrijze pantalon aan met deze top, met dit leuke kraagje. En deze laarsjes. Ik ga zo richting de uni. Ik heb één werkcollege van 11 tot kwart voor 1. En het is echt rot weer. Gisteren had ik dus dansen. En volgens mij heb ik echt een spier verrekt. Want hier zo is het echt zeer. Nou ja, alleen bij bepaalde bewegingen. Maar ik heb zeg maar niet echt de les voluit mee kunnen doen daardoor. Dus dat is wel vervelend. Dus ik hoop dat het snel overgaat. Want ik heb eigenlijk vanavond ook nog dansen. Dus ik hoop dat ik dat kan doen. Maar we gaan het zien. Ik ga zo eerst richting de uni. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb eventjes wat sticky notes uit een studieboek gehaald. Ik gebruik namelijk nu dit boek, deze periode. En ik heb deze in mijn eerste jaar ook voor een vak moeten gebruiken. En toen mocht je voor tentamen allemaal sticky notes en van alles en nog wat erin plakken. Maar dat zat er dus nog allemaal in en ik vond het echt heel erg chaotisch. Toen vond ik het allemaal heel logisch, maar nu dacht ik echt van, ah, zoveel sticky notes. Ik had echt geen overzicht, dus ik heb eigenlijk geen idee of ik nu ook het boek mee mag nemen naar het tentamen. Maar dan plak ik wel weer nieuwe sticky notes, want ik moet nu denk ik ook andere hoofdstukken leren dan toen. Maar ja, dit zat dus zeg maar allemaal in dat boek. En het is echt niet normaal. Ik ben blij dat het er nu uit is, want nu is mijn boek tenminste weer gewoon normaal. Het is vandaag vrijdag. Oh, wat een gek licht. En ik ga zo richting de uni. Ik heb een hoorcollege en een werkcollege-achtig. Ja, het is eigenlijk gewoon een werkcollege. Dat heb ik vandaag, dus ik ben van 11 tot 3 daar. En dan ga ik naar huis en vanavond ga ik met Francesca afspreken, super gezellig. En we gaan naar de intratuin. En ik ben afgelopen zondag dus ook bij de intratuin geweest. Maar ja, Francesca wilde ook nog wat kerstspullen halen. En ze vroeg aan mij of ik mee wilde. En natuurlijk wil ik mee, want ik hou van kerst. Dus ja, daar heb ik wel zin in. Dus ik ga nu richting de uni eigenlijk. Zo, het is inmiddels vrijdagavond. En ik ga richting Francesca, wat ik dus al verteld had. Dus ja, ik ga nu naar de tram en dan ga ik daar naartoe en dan gaan we zelf naar de intratuin. Wat ben je aan het doen? De kerstboom aan het ophalen. Rol aan het slinger inhangen. Ja, we zijn goed bezig. Ik ben de slingervasthouder. Alsof je helemaal niks doet. Jawel, ik doe wel iets. Ik heb bedacht dat, dat poppetje de piek is. Oh ja, dat is waar. Ja, nou zit je hoofd ervoor. Ik wou het laten zien. Kijk, cute. Nou, ik vind het er wel al leuk uitzien hoor. Ja, toch? Alleen het moet daar nog iets. Hoezo? Daar is het leeg. Nee, niet slinger, maar een kerstbal of zo. Ja. Ik al. Had je dat niet even eerder kunnen zeggen? Nee. Nee, qua slinger is goed, maar er moet nog een kerstbal. Ho. Oh, sorry. Ho. Gaat enthousiast. Hij is niet scherp. Hij is te dichtbij, denk ik. Ik heb een super zacht kerstkleed gekocht. Super leuk.